Tilburg University heeft voor mij heel veel betekend. In die zin dat ik daar een ongelooflijk goede toolkit heb gekregen om later ook het bedrijfsleven in te gaan. Een toolkit die bestaat uit eigenlijk gewoon allerlei vakken en vakgebieden die rondom de economische wetenschap hangen. En die kennis heb je nodig om later in het bedrijfsleven uiteindelijk aan de slag te kunnen. En dat geeft je gewoon een compleet pakket aan gereedschappen, handvaten die je nodig hebt om uiteindelijk die praktijk te leren kennen. Het geeft je eigenlijk een basis waar je op terug kunt vallen in de praktijk. Kun je iets meer vertellen over je huidige functie in relatie tot deze opleiding? Ja, mijn huidige functie is, ik ben CFO bij RTL, RTL Nederland, het grootste mediabedrijf in Nederland. Wat ik concreet heb gehad aan mijn opleiding aan Tilburg University, is dat ik die toolkit waar ik het net over had, heb gekregen. Ik heb ook mijn postdoctorale opleiding tot registeraccountant afgemaakt in Tilburg. Dat is de basis geweest voor mijn carrière. Ik ben begonnen bij KPMG, ook als registeraccountant werkzaam geweest bij KPMG. En ben een jaar of 15 geleden overgestapt naar RTL Nederland, waar ik sinds 2008 CFO ben. En ik gebruik op dagelijkse basis eigenlijk een heleboel vaardigheden die ik hier heb opgedaan. Niet alleen de inhoudelijke vaardigheden, dus de vaktechnische kennis, maar zeker ook de analytische vaardigheden en een stuk communicatie. Communicatie naar andere partijen, andere personen. Dat is cruciaal in de huidige maatschappelijke omgeving. En die toolkit heb ik voor een groot deel hier opgedaan en uiteraard ook in de eerdere fase van mijn carrière. Nou, als ik een voorbeeld mag noemen, wij doen vanuit RTL Nederland regelmatig overnames. Overnames van andere bedrijven. Een van de bedrijven die we hebben overgenomen is Buienradar. Waarschijnlijk bij iedereen bekend, een van de meest bekeken sites in Nederland. Concrete dingen die ik daar nodig heb gehad vanuit de vaktechnische opleiding is nou bijvoorbeeld, hoe ga je een bedrijf waarderen? Welke parameters spelen daarbij een rol? Hoe gaan we de financiering om die overname te doen bij elkaar krijgen? Ga je dat met banken doen? Ga je dat zelf financieren? Wat betekent dat voor je dividendpolicy? Ga je dividend uitkeren aan de aandeelhouder? Ga je dat niet uitkeren en ga je dat gebruiken om te investeren? Kortom, een heleboel basisvaardigheden uit de bedrijfseconomische hoek heb je nodig om zo'n transactie te kunnen vormgeven. Het allergrootste belang is dat je ervoor zorgt dat je niet alleen de boeken leest en de kennis opdoet, maar dat je gaat proberen om zaken met elkaar te combineren. Om eigenlijk naast een inhoudelijke toolkit ook een toolkit te ontwikkelen bij jezelf, waardoor je leert analyseren, zaken aan elkaar gaat koppelen, verbanden gaat ontdekken. En dat maakt ook dat een studie die op zich wetenschappelijk is, veel aantrekkelijker wordt, omdat je uiteindelijk gewoon verbanden gaat begrijpen die je nu niet kent en die je wel TZT in de praktijk nodig gaat hebben. Mijn opleiding was een fantastische tijd. Niet alleen omdat de opleiding inhoudelijk mij veel heeft gebracht, maar ook omdat in het hele zijn van studenten er veel meer is dan alleen de opleiding. Dat is denk ik een belangrijk facet in het studentenleven. Je moet daar wel de goede balans in vinden en de goede prioriteiten stellen. En het heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op mijn tijd in Tilburg. En het is gewoon de basis geweest van mijn carrière.